van munten zo oud als de Bijbel en een man veel ouder dan dat over een gemummificeerde beer uit de prehistorie en enkele oude gereedschappen uit het stenen tijdperk, komen we bij een Viking tijdperk dat mensen maakten en het oudste huis ter wereld. Hier zijn onze keuzes van de top 10 schokkende ontdekkingen in grotten over de hele wereld. Yeah! 10. Nieuwe dode zeerollen in Cave of Horror. Cave of Horror is een opmerkelijke archeologische opgravingsplek. Wetenschappers hebben er veel verbazingwekkende ontdekkingen gedaan, waaronder een kinderskelet van meer dan 6000 jaar oud. Maar zelfs dat is niet fascinerender dan nieuwe fragmenten van de Dode Zeerollen. In feite een verzameling oude Joodse en Hebreeuwse religieuze manuscripten vol met voorheen onbekende hymnen, gebeden, commentaren, mystieke formules en de vroegste versie van de 10 geboden. En dit deel van de boekenrol bevatte een onbekend, cruciaal deel van een boek dat in 1961 werd ontdekt. Stel je voor dat je door heel Israël pagina's van een boek verzamelt dat je misschien nooit afmaakt. Oh, en trouwens, als ik fragmenten zeg, bedoel ik de kleinst mogelijke leesbare stukjes papier uit de 3e eeuw voor Christus tot de 1e eeuw na Christus, waarvoor je een verfijnd expert en een zeer geduldige persoon moet zijn om ze goed te ordenen. 9. 2200 jaar oude zilveren munten. Een man, 2200 jaar geleden, locatie Judea-woestijn, wilde zijn fortuin ergens onderbrengen waar de Romeinen het niet zouden vinden. Hij vond een grot waar veel van zijn volk in de toekomst onderdak zou vinden, stopte de munten in een houten kist en verborg ze daar. Maar deze man ging nooit terug voor zijn munten. Ze werden daar achtergelaten om de tand des tijds gedurende meer dan 2 millennia te doorstaan, om vervolgens door een team wetenschappers te worden gevonden. Dit is nu de beroemde Wadi Murabba'at-grot, een deel van het Nahal Darga natuurreservaat. Dit is het eerste tastbare bewijs dat de Joden op de vlucht voor de Romeinen na de Bar Kokhba-opstand niet de eerste waren die deze grot gebruikten. Deze munten zijn van het einde van de Hasmonese periode, dus 200 jaar voor de oorlog. De 15 zilveren munten zijn van het derde andere tijdperk dat dit wilde verhaal omringt. Ze werden geslagen in Egypte. Egypte heerste wel over dit gebied, maar niet in de tijd dat deze munten werden geslagen. Dus deze ontdekking is nog steeds omgeven door een sluier van mysterie. 8. Prehistorische gemummificeerde beer. Een beer in Siberië werd gevonden. Ja, niet schokkend weet ik, maar wat wel schokkend is, is dat deze beer perfect bewaard bleef in permafrost en behoorde tot een soort die minstens 22.000 jaar geleden is uitgestorven. Of zo dacht men. Nieuwe tests kwamen terug met schokkende resultaten. Deze beer leefde slechts 3500 jaar geleden. Teams wetenschappers begeven zich niet vaak in de bevroren woestijn van Siberië. Dus deze ontdekking werd gedaan door rendierhoeders op het Bolshoi-Liakovski-eiland. Zij namen de taak op zich om de resten op te graven en vonden deze perfect bewaarde, uitgestorven holenbeer. Hij werd overgebracht naar het laboratorium van het Lazarev Mammoth Museum van de Noordoostelijke Federale Universiteit in Jakutsk, waar vele specialisten de resten zorgvuldig analyseerden. Maar zelfs deskundigen maken fouten, want de eerste veronderstellingen werden al snel na nauwkeurig onderzoek weerlegd. 7. Mysterieuze gravures van Royston Cave. Wist u dat er een kunstmatige grot was onder de straat van Royston in Hertfordshire, Engeland? De grot was verdeeld in 2 niveaus, is 8 meter hoog en 5 meter breed. Het meest fascinerend is het snijwerk aan de wand van de grot. De wanden zijn van boven tot onder zorgvuldig en decadent versierd met een reeks uitgewerkte landschappen die niet in Engeland voorkomen en meer lijken op die in Midden-Europa. De meeste tonen taferelen die in de Bijbel worden afgebeeld en enkele gevechten die historici nog moeten ontcijferen. Sommige theorieën geven aan dat deze grot is gemaakt als privékapel voor de rentmeester van Lady Royssia. Zij was de vrouw van Willem de Veroveraar. En sommigen geloven dat de grot verbonden is met de vrijmetselaars en dat het een soort trainingslocatie is voor metselaars. Maar verreweg het interessantste feit is dat deze grot werd gebruikt als een geheime ontmoetingsplaats voor leden van de Tempeliers die in het gebied geld inzamelden voor de kruistochten. 6. Gereedschap uit het oude stenen tijdperk. Onderzoekers hebben in Maharashtra een oude grot gevonden met daarin een stel stenen gereedschappen die duidelijk dateren uit het stenen tijdperk. Als je dacht dat je je zou vervelen als je in het verleden leefde, heb je het mis. Je zou geen tijd hebben om je te vervelen terwijl je honger hebt, het koud hebt en altijd op zoek bent naar roofdieren. Ik weet niet hoe ze het onderscheid konden maken tussen gewone stenen en stenen die mensen tussen 10.000 en 48.000 jaar geleden als gereedschap gebruikten. Een team heeft de werktuigen zorgvuldig bestudeerd om te begrijpen waarvoor ze werden gebruikt. Waarschijnlijk werden sommige gebruikt om te snijden en te schrapen, terwijl andere misschien werden gebruikt om andere materialen te slijpen of te vormen.
Het is allemaal gebaseerd op het gebruik van hardere gesteenten om zachtere te vormen of te manipuleren. 5. Homo naledi. Als het verhaal van de menselijke evolutie nog niet ingewikkeld genoeg was, maakt deze ontdekking het kluwen van onze prehistorische voorouders nog ingewikkelder. Een enorm team van internationale deskundigen was aan het werk in de Rising Star Grot, in de wieg van de mensheid, gelegen in Zuid-Afrika. En hoewel ze allemaal een enorme ervaring hebben, waren ze geschokt toen ze een voorheen onbekende soort van onze uitgestorven voorouders vonden. Ze kregen de naam Homo naledi en leefden tussen 350.000 en 250.000 jaar geleden. Het team had meer mensen nodig voor deze expeditie, dus kwamen er 30 wetenschappers uit 15 verschillende landen bij. Toen ze met de grote opgraving begonnen, werden nog eens 1500 fossielen gevonden in dit grote stelsel, dat volgens velen het moeilijkst toegankelijk is omdat het in feite uit vele grotten bestaat die met elkaar verbonden zijn door smalle paadjes en kruipruimtes diep in de grond. 4. Het oudste huis ter wereld. Dit is de ontdekking van het oudste huis in de menselijke geschiedenis. Nee, het is geen Rijks-Romeins herenhuis of iets dergelijks, het is eerder een grot in de Kalahari-woestijn. Onderzoekers hebben bewijs gevonden dat deze grot de afgelopen 2 miljoen jaar onafgebroken door onze voorouders werd bewoond. Deze ontdekking verklaart mogelijk de dunne lijn tussen het tweevoetige worden en de verhuizing van de bomen naar de grotten. Het is niet duidelijk welke mensensoort hier leefde, want er zijn geen resten gevonden, zelfs geen tand. Maar hoe wist men dat deze grot als woning werd gebruikt? Nou, er zijn veel vuurkuilen die minstens een miljoen jaar geleden werden gebruikt en de vroegste vormen van handbijlen werden op de site gevonden. 3. 11.000 jaar oude overblijfselen. Van een huis dat 2 miljoen jaar oud is, naar een mens die 11.000 jaar geleden leefde, lijkt een hele sprong. Maar evolutie heeft lang geduurd en toen de biologie haar lange werk deed, ging de mens vanzelf vooruit en we kunnen stellen dat we in de laatste 10 millennia een grotere sprong hebben gemaakt dan 200 daarvoor. In de bottengrot van Heeningwood in Cumbria werden resten gevonden van mogelijk de oudste noorderling in Groot-Brittannië. Naast de resten lag een juwelenkraal die waarschijnlijk van hem was. Vikingen zwierven 1500 jaar geleden door Engeland en gingen meestal naar het zuiden en het oosten. Dus hoe kwam deze man in het noorden van het land? Nou, dat zullen we misschien nooit weten. 2. Door de mens gemaakt vikingtijdperk. Dit was een gewoon veld, totdat er een grottenstelsel werd gevonden dat de vikingen gebruikten als huis. Het bestaat uit vele grotten die ze maakten om het harde weer van IJsland te bestrijden. En het systeem wordt steeds groter naarmate de teams het verkennen. Maar het verkennen van deze grotten die elk moment kunnen instorten is erg gevaarlijk. Dus de onderzoekers zijn in een race tegen de klok en moeten op elke stap letten. Dit is misschien het laatste verhaal dat nodig is om de lange en complexe geschiedenis van de Viking Jarls in IJsland te voltooien. Laten we hopen dat alles goed gaat. 1. Takht Erostam. Ons onderwerp van vandaag is zo schokkend en intrigerend als het maar kan. Dit lijkt me een CGI-locatie die gemaakt is om een plek te filmen waar Bane uit Batman is geboren. Of is het op zijn minst een door de mens gemaakte miniatuurdecor? Nee, dit is een echte locatie in een echt gebouw. Sommigen zeggen dat het een klooster was van een oude cultus en sommigen beweren dat het een geheime buitenaardse ontmoetingsplaats was. Maar aangezien het in Afghanistan ligt, zou het verbonden moeten zijn met de islam of tenminste het boeddhisme. Nou, niet precies. Dit is een gebouw, uitgehouwen in de steen, omgeven door een gul met een pad naar de bodem en de echte oorsprong blijft een mysterie tot op de dag van vandaag. Geloof je dat het gebouw op de foto is gemaakt voor een religieus doel? Of heb je misschien een andere theorie? Wat het ook is, deel het in de commentaren hieronder. En zorg ervoor dat je de video leuk vindt en je abonneert op het kanaal met de notificatiebel aan. Want dat helpt ons enorm en zo mis je geen enkele van onze toekomstige video's. Tot de volgende keer!